heb gewoon liedjes waar je lekker op kan dansen. Of liedjes die je graag opzet. Of liedjes waarmee je mee kan huilen zonder dat je de tekst hebt gehoord. En ik denk dat een goed kunstwerk dat sowieso heeft. Dat je of gewoon fijn weer naar te kijken en mee te doen. Of nadat je het ervaart in ieder geval. En ik denk dat als een liedje echt goed is, dat de tekst vanzelf ook gaat spreken. Ik ben Jelle Korva, ik ben kinetisch kunstenaar, ik maak machines. Kom op, je kunt het, ik heb alle vertrouwen in je. Hetgeen wat mij eigenlijk het meest fascineert is de natuur. En tegelijkertijd is dat ook altijd weer een beweging. En dat zijn dingen waar ik altijd op terugkom. Ik denk inderdaad dat kunst maken voor mij wel een manier is om ergens een uiting aan te geven, om iets een plekje te geven. Soms zou ik ook dingen tegen mensen willen zeggen, maar ik ben altijd bang om de verkeerde toon aan te slaan of iets. In zo'n beeld kun je eigenlijk iets vanaf alle kanten bekijken. En ook vaak, als iets me bezighoudt, en dat is een heel lange tijd ook echt dingen die me boos maken geweest, dan is het verhaal eigenlijk heel eenzijdig. En dat vind ik eigenlijk, als je dat direct uit, en dat is in mijn geval, dat levert vaak dan meer problemen op en geen oplossingen. Ik kom uit een heel sociaal georiënteerd gezin, denk ik. Mijn oudere broer en mijn broertje Om, die hebben allebei een verstandelijke beperking. Dus dat is ook een soort zorg, een maatschappelijk ding. Ik denk dus dat ik dat maatschappelijke van mijn ouders altijd meegekregen. Dus dat die bewogenheid met wat er om je heen gebeurt, dat is iets wat mij met de paplepel is ingegoten. En het is ook voor mijzelf dus een manier om iets vanaf alle kanten te kunnen bekijken. En voordat zo'n beeld af is en staat, dat duurt even. Dus dat geeft ook de tijd om een soort van, iets over te malen en iets plekjes te geven en betekenis te geven. En dus dat is eigenlijk wat zo'n beeld ook voor mij is. Dit werk heet Populisme. Dat is weer zo'n gigantische titel eigenlijk. Het beeld dat ging voor mij persoonlijk over een keer dat ik naar de kerk ging. Dat is mijn gewoonte. En de dominee die preekte over hoe het goed zou zijn als de vrouw thuis zou werken zijn en de man zou werken. En eigenlijk hele klassieke rolverdelingen. En eigenlijk zat ik me in de kerk een beetje op te vreten. Dat ik dacht van nou, wat boeit het? En is iemand nog wel in touch met de realiteit? En eenmaal naar buiten gekomen, dan zag ik hoe de dominee omringd werd door de mensen in de kerk. En eigenlijk altijd wel een beetje dezelfde groep mensen, en die op dezelfde groep iemand aanspreken. En toen zag ik ook wel van, nou ja, uiteindelijk wordt zo'n man ook in een soort eigen wereldje gehouden. Doordat je iemand op een bepaalde manier aanspreekt, je gaat toch altijd net zoals tegen de koningin praat je anders dan tegen de buurman. Dus als er iemand altijd heel gedragen tegen je praat, dan zou je vast wel heel belangrijk zijn of zo. Dus ik denk dat hoe mensen om ons heen zich tegen ons gedragen heel veel invloed heeft over hoe wij onszelf op een gegeven moment gaan voelen. En eigenlijk ging daar mijn gedachten een beetje over malen. En dit werk is wat ouder. Dus het is ook uit de tijd dat Trump net een beetje opkwam. En eigenlijk ook weer zo'nzelfde verhaal dat iemand zijn verhaal doet en zegt, ik moet eigenlijk een Nobelprijs verdienen. En dat iedereen dan zegt, ja, dat moet je doen, weet je wel, Nobelprijs voor Trump. En dan gaat iemand er ook zelf in geloven. En dus dat stukje dat je niet meer weet van wat is nou echt en wat is niet echt. En dat je daarin in een soort hele nieuwe realiteit kan leven, waarin dat echt voor jou waarheid is. En een soort echo-kamers waarin de waarheid steeds meer verdraaid raakt. Op het moment dat ik iemand dingen hoor zeggen die naar mijn gevoel niet kloppen, kan ik het laten gaan, kan het laten gebeuren. Maar ik ben wel onderdeel van dat systeem. Dus eigenlijk hier loopt ook al het web in en je bent al onderdeel van het werk voordat je er zelf voor hebt gekozen. En
dat vond ik ook zo bizar. Dat ik dat niet zo goed weet van moet ik daar wat mee, moet ik daar niet wat mee. En ook nu, zo een paar jaar later, zie ik ook hoe sterk ik zelf ook in een bepaald hoekje zit. Ook nu, deze expeditie heet React. En ik heb heel lang gereageerd op maatschappelijke processen. Maar terugkijkend zie ik ook dat het een reactie is op wat ik zelf doe. Wat ik op mijzelf. En dat het eigenlijk heel erg zelfportretten ook zijn geworden.